Chris Landman. We zijn er even geleden, Lakeside. De finale. Ja. Ja, eigenlijk ja, tot Jelle Klaassen niet hele grote problemen gehad. En wat was dat een pot, hè? Ja, die van Jelle was wel toch een van de beste potten die ik gespeeld heb eigenlijk. Ja. Daarvoor was het ook niet verkeerd, maar geen beste partij. Tegen de Durf was gewoon echt een spannende partij. Maar niet echt denderen van beide kanten, maar dat ging wel, was wel donderspannend tot het laatste moment. Ja. Die pakte was hartstikke mooi, ja. En tegen Jelle was dat was eindelijk keer gewoon een fijne partij die je gooide uiteindelijk lekker veel. Ja. En wat je zegt, was eigenlijk pas de eerste goede pot, want tegen Durf was het niveau ja, bijna om te huilen. Het was niet heel goed, van beide mannen niet. Het was niet best, nee. Was dat de druk, omdat het de regerend wereldkampioen is, had behoorlijk het publiek mee? Ja, weet niet, op zich had ik daar niet zoveel last van, maar ja, het viel gewoon nog niet lekker. Het zo wisselvallig, en de ene keer viel het wel weer lekker en de andere keer weer niet. En dan miste hij weer dubbels en dan gooide hij juist wel weer uit. En op een gegeven moment viel die dubbels juist wel gelukkig op het juiste moment. Dat was ik blij mee, maar ja, nee, druk viel wel mee, maar ja, het viel gewoon nog niet echt zoals het eigenlijk normaal ging. Toen viel het de wedstrijd wel, ja, dan kom je naar de finale. Had je er heel veel van verwacht of ging je er zoals altijd een beetje rustig in? Ja, gewoon hetzelfde. Ja, ik wist dat ik gewoon beter moest gooien. Nou ja, als ik zo tegen Jelle gooide, als ik zo gooide, ja, dan had ik een goede kans. Ik weet het, maar Andy was de hele week al gewoon constant. Gewoon elke keer rond de 93 gemiddeld. Dus ja, je weet dat je gewoon niks mag missen. Ja. En ik begon gewoon te slecht, maar gewoon de dubbels vielen gewoon in het begin niet. Ja, dan laat je hem erin, ja, dan weet je, dan wordt het een heel lastig verhaal. Ja, en op een gegeven moment, ja, dan zat ik op een gegeven moment er lekker in. En denk je, gooi ik er een goede lek en dan mis je net weer dubbel. Ja, dan straft hij alles weer af, ja. Want elke keer, ja, 2-0, ja, wat gebeurde en toen kwam je er een beetje in. Maar elke keer als je kon net niet het afmaken. Nee, het gewoon niet het stukje dat je gewoon even een keer een dubbeltje wel gooit. Dat je er zelf in kwam en dan kan je hem moeilijk maken. Ja, en nu dan weet je gewoon, ja, als ben je zelf dan niet valt, dan weet je gewoon, op een gegeven moment word je gewoon een beetje moedeloos. Denk je, god, doe maar, val die dubbel nou eens een keer dan. Ja, en hij gooit gewoon lekker door en straf alles af, ja, zoals het ook hoort. En dan weet je dat het lastig verhaal wordt. Zoals het hoort, ja. Aan het eind van het jaar. Was het volgend jaar te wachten? Gaan we naar Q-School? Ja, daar gaan we zeker in. Ja. En ik hoop nog gewoon een keer een tourcard halen. Ja, dat lijkt me echt een keer. Dat je 2 jaar lang. Nou ja, zoals Richard het nu doet, kan je 2 jaar met Richard mee. Ja, op deze manier. Daarom. Ja, dat sowieso ook. Ja. Maar als ik het dan haal, dan kan ik mooi weer met hem samen op stap. Ja, dat is ook een van de mooie dingen wat ik vind. We kunnen het goed vinden. Dus ja, dan kunnen we gewoon samen lekker weer datten. Ja. Stel het lukt niet. Heb je een plan B? Wat is dan je plan? WDF, blijf je dat doen? Of ga je nu meer de andere kant op? Nee, ik denk dat ik wel WDF blijf doen. Maar ik denk gewoon weer de challenge toe waar ik afgelopen jaar heb gedaan. Ja, je weet natuurlijk niet hoe het loopt. Of, ja, afgelopen jaar had je direct een goede challenge toe. En dan mag je al die protes meedoen. Maar dat is niet gezegd natuurlijk dat het nu weer gebeurt. Maar ik denk gewoon challenge toer. En dan gewoon ja, wel een beetje gewoon een mooi toernooi uitkiezen bij de WDF. En zo, dat mijn vrouwtje ook mee kan. De Antwerpen of zo. Een beetje die gouden toernooitjes denk ik om af te lopen. Ja. En dan de modus subseries kan dan ook nog, ja, dus dat... Wordt het schema niet te vol op slot? Ja, het wordt op een gegeven moment wel drukker, ja. Maar ja, denk je, ja, op zich heet voor jezelf, voor het kiezen nu, een beetje welke toernooi van de WDF doet, ja, dan is het wel, ja, of je moet weer zo goed staan bij de challenge toe dat je weer die protos mee mag doen, maar ja, als dat niet is, ja, dan heb je het op zich een beetje voor jezelf. Maar voor we hopen gewoon op de tourkaart. Zeg je? We hopen gewoon op een tourkaart. Ja, ja, dat hoop ik sowieso. Ja, dat een keer, gewoon een keer dat 2 jaar valt. Gewoon even kijken hoe het is. En dan, ik heb nu een jaar meegemaakt dan. Bijna 3 gemist, zeg maar. Ik mocht er 27 meegooien van de 30. Dus ja, nee, het lijkt me een keer mooi om echt gewoon een keer tourkaart naar te kijken. Hoe dat gaat, ja, in 2 jaar. En dan wel op Play Championship Finals, WK. Dat hoop ik wel. Ja, ja, dat hoop ik dan weer te halen. Ja, ja, ik had het nu ook gehaald zonder tourkaart. Ja, de WK dan net niet, maar nee. De Play Championship Finals wel. Maar... Nee, dat hoop ik dan wel, ja. Voel je je daar heel erg thuis? Als je daar een stapel in Minehead? Ja, het was echt een mooi toernooi. Ja, ik moest dan direct tegen Jan en het viel me net ook daar net weer niet. Maar ja, ik kom gewoon, ja. Ik denk als je dat vaker, misschien als je er iets meer in rolde, dat je vaker op podium gooide, dat dan wat meer. Nu is het elke keer nog wel een beetje spannend. Toch alles eromheen, weet ik wat. En ding is maar, ik denk als je het vaker doet, dat het dan meer vaak je eigen spel gaat spelen, ja. Jij zegt meer op podium spelen. Moos heb je natuurlijk al gedaan. Maar we hebben jou nog niet heel veel op Eurotour qualifiers gezien. Is dat dan iets wat je er aankomend jaar bij gaat pakken? Ja, dat was dit jaar ook wel de bedoeling. Maar dat was elke keer dat ik dan uitgenodigd werd voor de Pro Tour. En het viel elke keer samen, ja. En dat was mijn voorkeur op toen de tijd dat ik gewoon die Pro Tour wou spelen. Maar ja, dat was toen in het begin. Dan dacht ik eigenlijk van, nou, nu word ik er uitgenodigd. Ik kan niet verwachten dat ik elke keer uit zou genodigd zou worden. Dus ik denk, nou ja, dat heb ik toch mooi meegenomen. Uiteindelijk mocht ik heel veel meedoen. Maar dat viel elke keer samen. Dus dat was ook wel jammer.
Want Eurotour heb ik ook nog in één keer gespeeld, dus dat lijkt me ook nog wel lekker. Dan mis je eigenlijk meteen een stuk of 6 Eurotour, want het zijn natuurlijk best wel veel weekenden daar. Dan heb je direct volgens mij al 4 of zo in één weekend volgens mij waar je voor kan plaatsen. Ja, dus dat is dan, maar dat wil ik dit jaar nog wel even gaan als het weer mogelijk is. Ja. Chris, dankjewel. Ja, alsjeblieft.